Goedemiddag gemeente, gasten en allen die nu of op een later tijdstip met ons meeluisteren. Van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst zal de avondmaalviering van vanmorgen voortgezet worden en zal voorgaan onze eigen predikant dominee Van der Ree. We lezen uit Gods woord uit Lucas 22, de versen 24 tot en met 34 en het thema is Satans laatste wens. Dan nog enkele mededelingen namens de kerkenraad. In het verband met het overlijden van zuster Den Hartog zal aanstaande zaterdag 6 april de mogelijkheid gegeven worden om te condoleren in onze eigen kerk vanaf 12:30 smiddags tot en met 13:15. Om 14:15 smiddags zal dan de dienst van woord en gebed gehouden worden, ook in de Pneeuwkerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Munnikenhof. De avondmaalscollecte van vandaag is bestemd voor de herberg. De herberg biedt naast een gastvrij huis professionele begeleiding voor een ieder die geconfronteerd wordt met verdriet en tegenslag in zijn leven en dit niet langer meer kan hanteren. Wij willen dit mooie diaconale en pastorale werk van harte aanbevelen in uw gebed en in uw gaven. Voor de slotzang zullen er twee collectes gehouden worden. De eerste bestemd voor de diaconie in het algemeen en de tweede bestemd voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. Bij de uitgang zal er nog gecollecteerd worden voor noodhulp in Afrika. Zoals u waarschijnlijk weet is Mozambique en haar buurlanden zwaar getroffen door de orkaan, waardoor veel slachtoffers zijn gevallen en een grote humanitaire ramp is ontstaan. We zullen in deze dienst ook voorbeden vragen voor de slachtoffers. Ook voor dit diaconale punt vragen wij uw voorbeden en uw gaven. Voor alle data geldt, zo de Heer wil en wij leven. En we gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 111, de versen 5 en 6. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. En genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamte en spot. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 25, de versen 1 en 3.
Wij willen in deze dienst de bediening van het heilig avondmaal voortzetten en ik lees daartoe het verkorte formulier. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, hoort hoe onze heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dat we nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. En daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonde, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En ieder onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Alle die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Here niet volgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal des Here gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in Hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt, omdat het één brood is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want wij alle hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het lam. En dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn vader. Laten we ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden, wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken, dat we ons met waarachtig vertrouwen aan Hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat Hij in ons leeft en wij in Hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken. En laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we onze heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in aansluiting daarop uit Psalm 103 het tweede vers. Ik geloof in God, de Vader,
de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald is in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De Heer Jezus zelf nodigt ons aan zijn tafel. Vorige week hoorden we in de
dienst van voorbereiding. Kom, want alle dingen zijn gereed. Zo gingen de knechten van de Heer van het huis uit. Om allen op te roepen, om te komen. En vanmorgen hoorden we dat het diepste verlangen van de Heer Jezus was om met zijn discipelen het avondmaal te vieren. Zijn er nog anderen die op deze zondag het avondmaal willen vieren? Omdat zijn verlangen ook uw verlangen is om bij hem te mogen zijn. Met schuldbelijdenis om genade te ontvangen. Als er geen anderen zijn, dan zullen we met deze tafel de bediening van deze zondag besluiten. En laat onze harten dan opwaarts in de hemel heffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met dit brood, met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden als wij dit brood en deze wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen en een ieder spreken in zijn of haar hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. En hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 103, nu het 6e vers.
Gemeente, laten we elkaar bidden en danken. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij willen u danken om wie u bent. Wij danken u, Vader, met heel ons hart, dat u uw Zoon gaf als een offer voor onze zonde. Heer, we hebben de tekenen van brood en wijn gezien. Ze waren vandaag in ons midden. Misschien hebben we ze ook tot ons genomen, geproefd. Uw goedheid, uw onverdiende genade. Heer Jezus, u heeft ze zelf aan ons willen uitreiken. Opdat we door het werk van uw Heilige Geest al meer gericht zouden zijn en worden. Op u alleen, Heer Jezus. Op het offer dat u bracht. En Heer, wij danken u dat u niet alleen door middel van de verkondiging van uw woord dat evangelie ons wil leren, maar dat u ook het sacrament van het avondmaal hebt ingesteld, Heer Jezus, en we vieren het in opdracht van uzelf immers. Opdat we gesterkt zouden worden. Opdat ons geloof, onze liefde, onze hoop zou mogen groeien, zou mogen wortelen, al dieper, al vaster. Dat we zelf steeds minder worden, Heere, in onszelf steeds kleiner. Maar u steeds groter en heerlijker voor ons. Wij danken u dat u ons het avondmaal wilde geven, dat we dat ook in deze dienst mochten vieren en bedienen. En wanneer we nu uw woord gaan openen, wilt u met uw Heilige Geest ook dan bij ons zijn. Heere, u heeft zelf gezegd dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daar in hun midden bent. Daar wilt u zelf zijn. Heere, wij zijn hier in uw naam. U, Heer Jezus Christus, bent het toch die ons hier samenbrengt. Het is uw woord toch ook. De Bijbel die spreekt over u. Die van u getuigt. Van uw verzoenend en verlossend werk. Dat in ons midden ligt. Heere, wilt u met uw geest dan ook in ons midden komen? Open onze oren, open ons hart, om uw stem te verstaan. En wilt u ook woorden geven om te spreken en het woord te bedienen. Opdat alles, Heere, mag zijn tot eer van u. Want dat is immers het doel van ons leven. Dat we u de eer zouden brengen als de hoogheilige God. Dat we u zouden groot maken. In uw heerlijkheid, in uw ontferming. Heere, breng ons daartoe. Geef ons zo met elkaar een gezegende dienst. Een gezegend vervolg ook van deze dienst. Wij bidden u, Heere, of u met uw kerk wil zijn. De kerken hier in Veenendaal. Wij bidden u of u uw koninkrijk wil uitbreiden. Ook in ons dorp. Heere, we willen u vragen om vruchten van uw geest. Ook in ons eigen hart en leven. Laten die vruchten, Heere, mogen groeien. En al duidelijker ook zichtbaar mogen worden. Opdat we ook door u goede getuigen zullen zijn. Op de plaatsen waar we zullen komen, ook de aankomende week. En Heere, zegent u daartoe dan ook de dienst van deze middag. Wilt u in ieder die een taak heeft, geven wat nodig is. En laat zo alles
mogen zijn tot de verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen u dit in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen vanmiddag verder lezen in Lucas 22. Vanmorgen stonden we stil bij het gedeelte waar de Heer Jezus het heilig avondmaal instelt, vers 15 en 16. Nu lezen we verder vanaf vers 24 tot en met vers 34. En vanmorgen was het thema Jezus' laatste wens. Vanmiddag is het thema Satans' laatste wens. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 74, vers 2, 18 en 20. Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij, Jezus, zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden, en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk, zoals mijn Vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u mij kent. Tot zover.
In antwoord op de verkondiging van het woord zingen we uit Psalm 52, daarvan het zevende vers. Psalm 52, vers 7. We luisteren naar Lucas 22, daarvan de versen 31 en 32. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, vanmorgen hebben we voorafgaand aan de viering van het avondmaal geluisterd naar Jezus' laatste wens. Evangelist Lucas die vertelde ons hoe de Heer Jezus aan het begin van de Pascha-maaltijd zijn discipelen toevertrouwt dat hij er vurig naar heeft verlangd. Om nog één keer dit Pascha te eten met hen. Want Jezus die weet wat hem te wachten staat. Eer dat ik lijd, voordat ik ga lijden. Straks zal hij gevangen worden genomen, berecht worden en onschuldig ter dood veroordeeld worden. En zijn sterven, zo hoorden we dat vanmorgen, zal iets heel wezenlijks veranderen aan dat Pascha. Want Jezus sterft immers als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En niet langer zal daarom het Pascha een feest zijn waarbij Gods verlossing wordt afgelezen aan de verlossing uit Egypte. Nee, vanaf nu zullen de discipelen hun ogen mogen richten naar Golgotha, waar Jezus' lichaam werd verbroken, waar zijn bloed werd vergoten, tot verzoening en tot verlossing van al onze zonden. Maar wanneer Jezus dan die bijzondere Pascha-maaltijd heeft gevierd met zijn discipelen, gaat hij opnieuw met hen in gesprek. En noem dat vanmiddag maar gerust een preek van nabetrachting en dankzegging. Want na het heilige feest van het Pascha komt de werkelijkheid van het leven meteen weer om de hoek kijken. Pascha en het avondmaal zijn een voorproef van de heerlijkheid die nog komen zal. De heerlijkheid van Gods koninkrijk. Ik zal het met u niet meer vieren totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van mijn vader. Maar die maaltijd is nog maar net voorbij. Het wordt weer zo aards. Er ontstaat een gesprek. Of nou, noem het maar een ruzie. De discipelen kibbelen over de vraag wie nu de belangrijkste van hen is. Nou, veel aardser kun je het niet krijgen. Wat zijn ze het snel kwijtgemeten? Misschien herkent u het wel bij uzelf. Je hebt avondmaal gevierd, maar dan in de daaropvolgende week kan het weer zo snel verdwenen zijn. Die heerlijke nabijheid van de Heer Jezus. Als je dat hebt meegemaakt van vandaag. Maar voor je het weet zit je weer midden in dat conflict. Zit je weer midden in de drukte van je werk. Midden in de zorgen om je gezin, noem het maar op. Maar gemeente, het is ook de Heer Jezus zelf die zijn discipelen weer midden in de realiteit plaatst vervolgens. Want dan richt hij zich tot Simon. Ja, zo noemt hij hem, Simon. Zijn oude naam. Zelfs twee keer noemt hij die naam. Simon, Simon, zie! De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. In die herhaling hoor je de bezorgdheid van de Heer Jezus. En ook zijn liefde tot Simon. Simon, Simon toch. En dan gaat het niet alleen maar om hem. Nee, via Simon, die een soort van vertegenwoordiger van alle discipelen is, richt Jezus zich tot hen allemaal. De Satan heeft u allen op het oog
om jullie allemaal te ziften als de tarwe. Ja, aan Petrus zal het wel op het allerduidelijkst zichtbaar worden. Maar het geldt hen allemaal. En gemeente, dan zet Jezus zijn discipelen weer met beide benen op de grond. Als ze dat al niet stonden. Hij had een laatste wens. Nu hij nog bij hen is zoals voorheen. En dat was om het Pascha te vieren. Maar hier blijkt dat de Satan ook een laatste wens heeft. Jezus staat vlak voor zijn sterven. Maar hij zal ook gaan opstaan. Hij zal gaan overwinnen. Hij gaat de dood in, maar hij gaat ook door de dood heen. Maar gemeente, de Satan, ja, die staat vlak voor zijn ondergang. Jezus die zal hem aan het kruis gaan overwinnen. En als het koninkrijk van God in volle glorie zal aanbreken, dan zal die geen macht meer hebben. Dan zal die geen macht meer hebben over de aarde en over hen die daarop wonen. Dan heeft hij geen invloed meer op allen die God bijeengebracht heeft. De Satan die gaat werkelijk het onderspit delven. Maar voor het zover is, heeft hij nog één wens. Zo vertaalt de Oude Statenvertaling het ook. Simon, Simon, ziet de Satan heeft u lieden zeer begeerd. Begeerd, begeert te verlangen, wens. Begeert om te ziften als de tarwe. Hij begeert vurig om hen te ziften als de tarwe. Het is hem niet gelukt om Jezus ten val te brengen. Heeft hij wel geprobeerd. Jezus zegt het ook in vers 28. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. Jezus heeft verzoekingen gekend. En straks in Gethsemane en aan het kruis zal de duivel nog een ultieme poging doen. Kom van het kruis af, zo zullen de omstanders roepen. Verlos uzelf, dat kunt u toch? Jezus kan het inderdaad. Hij kan zijn boeien verbreken. Maar hij doet het niet. Want het zou betekenen dat hij bezwijkt onder de verleiding van Satan. Maar gemeente, nu het Satan niet lukt om hem ten val te brengen, richtte Satan zich op degene die van Jezus zijn. Zijn discipelen. Satan heeft verlangd, het is zijn laatste wens. Een betere heeft hij niet. Maar het is zijn laatste wens om jullie te ziften als de tarwe. Met de Jezus die wil de discipelen dus waarschuwen. Let op. Jullie zijn mijn leerlingen, mijn discipelen. Je bent aan mij verbonden ook. We hebben daarnet Pascha, we hebben daarnet avondmaal gevierd. Nou, Pascha, dat vier je normaal gesproken met het gezin. De familieleden, maar Jezus heeft het met zijn discipelen gevierd, want ze zijn een geestelijk gezin, verbonden aan elkaar door de liefde van de Heer Jezus voor hen, ja, en ook hun liefde voor de Heer Jezus. Maar zo waarschuwt hij hen nu, Satan zal proberen jullie te ziften als de tarwe. Gemeente, daar zit het beeld achter van een akkerbouwer. De tarwe die is gegroeid op het land, die wordt geoogst. De tarwekorrels die worden bij het dorsen uit de halmen geslagen. En dan vervolgens werden die korrels op een grote zeef gelegd. En die boer die ging schudden. Heen en weer. En hij gooide de tarwe in de lucht. En dan nam de wind het kaf mee. En door het schudden vielen alle zandkorrels en alle kleine onzuiverheden op de grond. Door de zeef heen. En wat dan overbleef, dat waren goede, zuivere tarwekorrels. Jongens en meisjes, je kunt het vergelijken met een zeef die je meeneemt naar het strand. Als je wel eens aan het strand bent geweest met een emmertje en een zeef. En dan schep je de zand in en dan loopt al dat zand er doorheen. En wat blijft er in je zeef over? Dat zijn de schelpjes. Die kunnen er niet doorheen. Zand, dat gaat er doorheen, maar de schelpjes die blijven over en misschien wat steentjes. Nou zegt Jezus, zo zal de duivel nou proberen om jullie op de zeef te leggen. En hij gaat heen en weer schudden. En hij probeert dat je zal vallen. Er doorheen.
Hij probeert je tot zonde te verleiden. Hij probeert je bij de Heer Jezus vandaan te halen. Ja, gemeente, dat is de laatste wens van de duivel. De Satan heeft verlangd om dat te doen. En op het eerste gezicht lijkt het dan om eenzelfde soort verlangen te gaan als wat Jezus ook heeft. Die had ook een laatste verlangen nu die nog zo op aarde was. Toen hij nog op aarde was. De manier waarop hij ook mens was geworden. Hij wilde gaan redden. Hij wilde gaan sterven aan het kruis. Dat was zijn verlangen. Voor zondaar. We hebben het vandaag gevierd en in gedachtenis genomen. Maar nou is er toch een verschil, gemeente. Tussen die wens van de Heer Jezus en die wens van de Satan. Want nou is het wel goed hoe de herziene Statenvertaling het hier schrijft. Niet het woordje begeerd, maar het woordje opgeëist wordt gebruikt. De Satan heeft u allen opgeëist. Kijk, gemeente, Jezus' laatste wens, dat is een diep verlangen, iets dat hij zo graag wil. Hij wil het Pascha vieren met de discipelen en het gebeurt ook. Want hij heeft de regie in handen. Hij is straks geen slachtoffer aan het kruis. Een slachtoffer van de omstandigheden, nee. Hij gaat wel bewust die weg. Hij heeft de regie in handen. Hij bepaalt wat er gebeurt. Eerst nog de Pascha-maaltijd, dan gaat het naar Gethsemane en dan gaat het naar het kruis. Maar de laatste wens van Satan, die is anders. Dat is een eis. En een eis richt zich op iemand. Je vraagt dringend iets aan een ander. Nou, gemeente, zo moet Satan aankloppen bij een ander voor zijn laatste wens. Hij is afhankelijk van God. Of die laatste wens ook in vervulling gaat. Ik moest denken aan een gevangene in Amerika die de doodstraf gaat krijgen. En voordat de executie plaatsvindt, mag hij dan nog zijn laatste wens kenbaar maken. Maar natuurlijk wordt niet aan alle wensen voldaan. Als zo'n gevangene zou vragen, nou, mijn laatste wens is dat ik vrijgelaten word. Ja, dan wordt daar niet aan tegemoet gekomen. Zo'n laatste wens is dus heel wat anders dan de laatste wens van iemand die ook weet dat hij gaat sterven, maar dat in vrijheid doet. Ik noemde u vanmorgen het verhaal van iemand die in het ziekenhuis een ernstige boodschap heeft gehoord. En dan zegt, ik wil graag nog een reis maken of nog één keer iemand bezoeken of zo. Dat is een wens die in vrijheid wordt geuit. En ook kan worden waargemaakt, veelal. Maar de laatste wens van de duivel is als de laatste wens van een gevangene. Hij eist en vraagt dringend, maar niet in vrijheid. Hij moet bij Jezus aankloppen om te kunnen doen wat hij graag wil doen. Namelijk diens volgelingen op de zeef van de verzoeking leggen. Jezus zelf, dat ging hem niet lukken. Hij heeft het in de woestijn geprobeerd. Aan het begin van Jezus' werk op aarde. Toen heeft de Satan hem 3 keer op de zeef van de verzoeking en de verleiding gelegd. En later nog vaker in Gethsemane, bij de kruisiging. Maar je proeft hier al in dat de duivel tandenknarsend zijn greep op de wereld aan het verliezen is, gemeente. Het kwaad wordt overwonnen. Want Jezus is koning. Hij is er naar op weg. En daarom richt hij Satan zich op zijn discipelen. Dan zij maar op de zeef. Want gemeente, daar gaat het dus om. Het is de zeef van de verzoekingen. Satan schudt en hij gooit omhoog en doet er alles aan om die volgelingen van Jezus te laten vallen. Of ze te laten wegwaaien als het kaf op de wind. Maar zijn we dat bewust? Volgelingen van Jezus, gelovigen.
avondmaalgangers. Die moeten er rekening mee houden dat ze te maken krijgen met verzoekingen, met aanvechting. En de kerk van de Heer Jezus Christus, die moet er rekening mee houden, gemeente, dat de duivel niet stil zit om hard te schudden aan die kerk. Zo hard dat je misschien wel denkt, nou gaat mis, nou valt het. Dit houden we nooit vol. Hoe doet de duivel dat? Het draagt een gevaar in zich, gemeente, als ik dat vanmiddag voor u concreet ga maken. Namelijk dit gevaar dat u gaat denken, oh nou, die voorbeelden, daar moeten we dus alert op zijn. En dan hebben we de duivel er wel onder. Bedenk dat de duivel ontzettend vindingrijk is in zijn verzoekingen. En veel sterker dan dat wij mensen zijn. En de voorbeelden die ik dan ook vanmiddag noem, dat zijn maar een paar dingen waarin je het zeven van die duivel kunt ontdekken. Dus staar u daar niet op blind. Maar laten we toch eens kijken, gemeente, wat de Bijbel zelf over die verzoekingen van Satan zegt. Want allereerst richt de duivel zich op je geloof. Op dat verbonden zijn aan de Heer Jezus Christus. Want dan moet u in gedachten eens even die discipelen nemen. Zoals ze daar tijdens die laatste paasgaanmaaltijd bij elkaar zijn. Ze liggen aan tafel en er is oneenigheid. Daar heb je het al. Maar toch vormen ze een soort van eenheid rondom Jezus. En dan kijk je even verder in het Lijdensevangelie. Dan wordt Jezus gevangen genomen en wat gebeurt er? De discipelen vluchten allemaal weg. En ze raken verstrooid. Ze raken Jezus kwijt. Jezus kwijtraken. Je verlosser uit het oog verliezen. Weet je, dat is nu wat de duivel probeert te bewerkstelligen. En dat doet hij door je zo druk te laten zijn dat je geen tijd meer hebt om hem te zoeken. In gebed, in Bijbel lezen. Dat doet hij door je te laten twijfelen. Is Jezus nou wel echt voor mij gestorven? Mag ik dat nou zomaar aanvaarden? En me toe-eigenen? Mag ik wel avondmaal vieren? Dat kan toch niet? Misschien ook wel, was het wel goed dat ik ben aangegaan vandaag. En de duivel die werpt je dan terug op jezelf. Op jouw eigen weten, op jouw eigen ervaring al of niet. En waar is Jezus? Waar is Jezus? Waar is het zien naar zijn volbrachte werk? Omdat alleen daar je geloof veilig hecht. Alleen omdat je daar je hoop op kunt stellen. Ja, het is weg. En hij doet het ook, gemeente, door in de kerk en in gemeentes het te laten lijken. Alsof het erom gaat wat wij allemaal doen en organiseren. Dat wij het omhoog moeten houden hier met elkaar. Voor je het weet verlies je Jezus uit het oog. Dat het om hem gaat. Zonder dat je er erg in hebt, verlies je zomaar uit het oog. Dat het gaat om de eenvoudige omgang met hem. En je te laten voeden. Met zijn woord. Jezus uit het oog verliezen. Gemeente, dat kan ook wanneer je vooral je eigen verlangens en behoeften tevreden wilt stellen. Als je daar in je leven vol van bent. Om tegemoet te komen aan wat je graag zelf wilt. Dat kan ook in het geestelijke en in het kerkelijke zo zijn. Als je op zoek gaat naar wat je zelf graag wilt. Wilt meemaken, wilt horen. Zoeken naar wat je bevalt. Maar ondertussen zit je zelf op de troon van je leven. En Jezus is uit het oog. Nou, dat is één. Aanvechting op het gebied van het geloof. Daar probeert de duivel je te raken. Het gebied van Gods genade. Gods genade die je ontvangen mag. Om niet. Gratis. Maar de duivel heeft nog meer pijlen op zijn boog. Want de discipelen raken verstrooid. Daarmee raken ze de Heer Jezus kwijt, maar ze raken ook elkaar kwijt. En dat zie je hier aan de avondmaalstafel ook al ontstaan. Oneenigheid. Ruzie. Verwijdering. Partijschappen.
Gemeente, waar Jezus juist samenbrengt en verbindt, daar is de duivel nou de koning van de ontbinding, de verstrooiing. De tactiek van verdeel en heers. Dat is vandaag ook al om ons heen. Kijkt u even hoeveel verschillende kerken en gemeentes er zijn alleen hier in Veenendaal al. En die verdeeldheid, dat is niet goed. Dat is het werk van de duivel. Ja, niet wat er in die gemeente is allemaal gebeurd. Begrijpt u me goed, God die gaat dwars door alles heen toch nog weer zijn eigen gang. Gelukkig maar. Hij is veel genadiger en machtiger dan wij dat vaak denken. Maar oneenigheid, ruzie, ook in gezinnen, families. Verwijdering bij elkaar vandaan, die en die moet ik niet. Ik wil er niks mee te maken hebben. En dit is duivelswerk. En ook vandaag beïnvloedt het ons. Ook de individualisering. Dat de duivel je op jezelf terugwerpt en dat ieder voor zich het parool is. Voor jezelf zorgen, maar dan zo dat je alleen ook nog maar voor jezelf zorgt en niet naar een ander wenst om te kijken. En de duivel die schudt en die schudt. En hij schudt aan de kerk en hij schudt aan je leven. En hij brengt je tot twijfel, tot kleingeloof, tot geestelijke vruchteloosheid, tot liefdeloosheid, gebrek aan trouw. Tot roddel en ondankbaarheid, noem het allemaal maar op. En hoe vaak slaagt hij niet in zijn opzet? Ja, dat is ernstig. Zeker gemeente als het betekent dat er mensen zijn die God definitief vaarwel zeggen. Die inderdaad zijn als het kaf dat wegwaait in de wind. Goddelozen. Definitief een leven zonder hem. Het lukt de duivel bij één discipel, bij Judas. Dan is hij in zijn opzet geslaagd. Maar het betekent wel dat je dan omkomt in het eeuwig verderf. Dan daal je af naar het rijk van de dood, waar God niet meer is, waar geen enkel sprankje genade nog is. Dan ga je verloren. Maar hoe zit het nu met die andere discipelen? Want ook zij komen op de zee van Satan. Maar zullen ze dan vallen? Ja, geeft Jezus ons nou inderdaad over, gemeente, op de zee van Satan? Komt Jezus nou tegemoet aan die eis, die laatste wens van Satan? Ja, je zou het zeggen. Want die aanvechtingen, die ervaren wij toch ook? Persoonlijk, als gemeente, als kerk, dat gaat ons niet voorbij. Dat gaat avondmaalgangers niet voorbij. Nou weet u, nu geeft Jezus toch niet toe aan de eis van Satan. Ja, hij kan weliswaar schudden. Hij kan op punten succes boeken. Maar zegt Jezus, niet definitief. Vers 32. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Jezus bidt voor zijn kerkgemeente. Hij bidt voor zijn discipelen. Hij bidt voor gelovigen, voor avondmaalgangers. Hij bidt voor allen die hem gegeven zijn, maar die hem nog niet gevonden hebben. Weet u wat hij bidt? We hebben dat gebed van de Heer Jezus in onze Bijbel staan, in Johannes 17. Weet u wat daar staat? Daar bidt Jezus dit: Heilige Vader, bewaar hen in uw naam. En ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, zo bidt Jezus. Maar dat u hen bewaart voor de boze. Ik bid dat zij allen één zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u.
dat ook zij in ons één zullen zijn. Ziet u het, gemeente? Eenheid. Eén gemeenschap vormen met elkaar tegen de verstrooiing in. En bescherming, bewaring bij de naam van God en van Jezus Christus. Hem te mogen blijven zien en mogen blijven belijden als je Heer en je Verlosser. Jezus bidt en vraagt aan zijn Vader of wij, als we straks de kerk verlaten hier vanmiddag en we gaan de wereld in, daarin beschermd zullen worden voor de boze. Dat hij ons niet al te zeer zal ziften. In ieder geval dat ons geloof, ons vertrouwen, onze verbondenheid aan hem groot genoeg is. Zodat we misschien wel heen en weer bewogen worden, maar we er niet doorheen kunnen, door de zeef heen vallen. Weet je, wat is dat een troost? En wat is het belangrijk om dit nou telkens weer opnieuw onder ogen te zien? Want de duivel die kan je het geweldig moeilijk maken. Wat kun je er niet al last van hebben, gemeente, als de aanvechtingen komen? Maar weet nou dit. Jezus heeft voor u, voor jou gebeden. En hij bidt nog steeds aan de rechterhand van zijn Vader. Hij pleit voor zijn kerk. Vader, bewaar hem. Vader, bewaar haar. Bewaar de Penielkerk. Bewaar de kerk in Nederland, in West-Europa. Waar ze ook maar is. Maar het is Jezus die ervoor zorgt dat wij niet vallen. Kijk, zo'n tarwekorrel die valt niet door de zeef, omdat die te dik is om er doorheen te vallen. En hij wordt niet meegenomen door de wind, omdat die stevig genoeg is. Dus als ons geloof, ons vertrouwen op Jezus nou maar dik en stevig genoeg is, ja, maar daar kun je zelf niet voor zorgen. Het is God die de groei geeft. Paulus die zegt dat in de Korinthebrief. Hij heeft geplant, Apollos die naam kwam, die heeft water gegeven, maar het is God die de groei geeft. Zo is het ook. Dus je kunt hooguit zeggen, laat je planten in goede grond. Zorg dat je in de regen staat. Zorg dat je het geestelijk voedsel van Gods woord tot je neemt. Zoals dat in de gemeente mag gebeuren. Ja, ook bekeer je telkens weer. Want gemeente, dan spreekt Jezus aan het einde nog één keer Simon persoonlijk toe. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Maar ik stel me zo voor dat Petrus nog een tijd heeft nagedacht over wat Jezus nou precies bedoelde. Ja, dat gaat hem ook al wel snel duidelijk worden. Want hij gaat hem verloochenen. Hij gaat het zeggen, ik ken hem niet. Ik hoor niet bij hem. Petrus die kan het zich nu niet voorstellen. Hij is zelfs bereid om de gevangenis en de dood in te gaan voor Jezus. Hij gaat hem toch niet verloochenen. Maar hij gaat het wel doen. Simon wordt gezift op de zeef van Satan. En als je hem zo hoort praten, denk je, hij valt erdoor. Het is gedaan. Ik ken u niet, zal hij zeggen. Maar Jezus weet, Simon zal toch tot inkeer komen. Hij zal wel worden gezift, maar hij gaat niet ten dode vallen. En waar hij dan heel zwak zal blijken, in de verloochening van zijn meester, daar zal Jezus gebed hem bewaren. Ja, Jezus zegt zelfs, laat je zwakte dan maar tot sterkte mogen worden voor je broeders. Als je tot inkeer gekomen bent, Simon, versterk dan je broeders. Want op deze Simon, nee, op deze Petrus, Petra, deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Kijk, en dat is nou zo bijzonder, gemeente. Het laat zien dat Jezus zelfs onze verzoekingen in zijn hand heeft. Hij laat het toe dat Petrus zal worden verzocht, maar juist het ziften van de duivel keert hij ten goede om. Petrus' verloochening zal tot versterking zijn van de broeders. Want als nou zo iemand toch weer door Christus in genade wordt aangenomen. Als nou Jezus straks bij
bij het meer van Galilea na zijn opstanding Petrus zal ontmoeten en hem 3 keer gaat vragen: Petrus, Simon, heb jij mij lief? En dan moet hij 3 keer zeggen: ja, Heer, u weet toch dat ik u lief heb. Weet u wat een liefde van Christus. Dat is toch ook tot voor vandaag voor ons een geweldige versterking. Als Jezus ons de realiteit onder ogen brengt en die gaat u zo meteen in als u de kerk hier verlaat. Het is de laatste wens van Satan, gemeente. Voordat het rijk van Christus komen zal. Om de volgelingen van de Heer Jezus het vuur na aan de schenen te leggen. Om alle macht en invloed nog uit te oefenen die hem nog rest. Want hij gaat het verliezen. Zijn kracht is gebroken. Jezus die zal hem het recht aan het kruis ontnemen. Om ook nog maar iets te zeggen te hebben over al de zijnen. Hij zal het vuur na aan de schenen leggen. Zoals hij bij Petrus deed nadat hij het avondmaal gevierd had. Kort daarna. Maar hij viel niet ten dode. Christus had voor hem gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden. En het hield niet op. Petrus keerde op zijn schreden terug. Hij kwam tot inkeer. En hij zocht weer de nabijheid van de Heer. Toen hij hem zo pijnlijk verloochend had. Wat een genade, gemeente. Wat een geduld heeft onze heiland. Als je gezift wordt op de zeef van Satan en je zo heen en weer geschud wordt en tot zonde komt, tot zelfs ongeloof, verloochening zou vervallen, weet, hij heeft voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En er is een weg terug. Ga hem ook. Kom tot inkeer aan Jezus' voeten. Beleid het maar. Ja, uiteindelijk, gemeente, word je er zelf sterker van. Word je een dikkere korrel die steeds minder makkelijk zal passen op de zeef van Satan. Want zo wil de Heere onze aanvechtingen gebruiken om je te beproeven. Om ons geloof sterker en onze liefde puurder te maken. Maar als u vandaag niet hebt deelgenomen aan het avondmaal, omdat u er niet toe gerechtigd was, of geen belijdenis gedaan, omdat het u niet zegt, omdat het je niks doet, of omdat het bij je van binnen zo stormde en je het niet wist en het dus maar niet deed. Hoe het nou ook voor u en voor jou is, zie op Christus. Dan ben je veilig. U heeft de tekenen kunnen zien van brood en wijn, van zijn liefde en trouw. Gemeente, laat u toch door zijn liefde verbreken. Hij wacht op u. Hij wacht op jou. Kom tot hem. Want buiten hem is er geen leven. In hem is een rijkdom aan heerlijkheid en zaligheid. En als u vandaag hebt deelgenomen aan het avondmaal, zometeen wacht de praktijk van het leven weer. Wees niet onwetend. De laatste wens van Satan om u te ziften als de tarwe, weet dat Jezus voor u bidt en pleit aan de rechterhand van zijn Vader. En dat hij zelfs bij machten is om uw aanvechtingen ten goede te keren, ook al zie je misschien nu helemaal niet hoe. Maar ter versterking van het geloof, ter versterking van de broeders en de zusters, om ook elkaar ermee te versterken in de gemeente. Als Jezus Christus je heeft vastgehouden, zie alleen op Christus. Dat we hem alleen nog overhouden. De gemeente, laten we dan met elkaar zingen. Tot lof van de Heer, mijn God. U zal ik dan eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk.
goed. Amen. Laten we danken en bidden. Ja, Heere, en uw naam is Christus, de Messias. Uw naam is Verlosser, Zaligmaker. Heere, die naam mogen we eeuwig loven. Hier in de kerk, in onze gemeente. Want de duivel heeft geen kans meer, Heere. U heeft de Satan zijn recht ontnomen. En u zult uw volk eeuwig bewaren. En we mogen die naam ook loven en leren loven in ons leven hier. Als we dat nog niet doen, Heere, brengt u ons daar dan toe. Werk met uw geest dan in ons hart. En geef, Heere, dat wij uw stem horen die ons oproept. Bekeert u, kom tot inkeer, kom tot mij. En Heere, wilt u dat ook in ons leven doen groeien? Opdat ons geloof versterkt mag worden, Heere. En als dan de Satan komt om ons ook te ziften, om met zijn verleidingen en verzoekingen ons bij u vandaan te halen en ons tot zonde te brengen. Heere, wilt u ons dan door uw geest versterken om hem te weerstaan? En als we in zonde vallen, Heere, laat het dan zo mogen zijn dat we aan uw genade niet zullen vertwijfelen. Of eeuwig in de zonde blijven liggen. Maar dat we het dan zoeken bij u, Heer Jezus. Met schuldbelijdenis. Maar ook mogen levend van uw genade en vergeving. Want zo bent u immers. Zo heeft u uzelf vandaag geopenbaard ook aan ons, Heer, in uw woord en ook in het sacrament. En we danken u ervoor. En als we nu zo meteen naar huis gaan en we gaan de wereld in, Heere, dan zendt u ons uit. En dan worden we geroepen goede getuigen te zijn, maar dan is daar ook de zeef van de Satan. Dat kan niet anders. Heere, wilt u voor ons bidden en blijven bidden? Wat hebben we nodig? Wij danken u, Heere, dat we dat ook mogen weten. En gaat u dan ook met ons mee in de komende week, bij al hetgene wat op ons wacht. Heere, wees u onze leidsman. We willen u bidden, Heere, voor al datgene wat we aan de aankomende week ook als gemeente mogen doen en ontvangen. Heere, het zit niet in onze activiteiten.
Het is ook niet zo dat wij de kerk en de gemeente overeind moeten houden met onze menselijke kracht. Hoe zou het kunnen, Heere? U waakt zelf over ons toch? Wilt u dat doen, Heere? Waakt u over ons en weest u onze hulp? En Heere, wilt u dan bij al die momenten zijn waarbij we elkaar mogen ontmoeten? Willen u bidden, Heere, voor het werk ook in de poster? Wilt u uw zegen verbinden aan de wijze waarop we mensen proberen te bereiken, ook in de aankomende week daar? Mensen die we anders niet zouden kunnen bereiken, maar die we zo graag ook iets zouden willen doorgeven van het evangelie. Opdat ook zij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. Heren, we bidden nu om uw zegen voor allen die daarbij betrokken zijn. We willen bidden, Heren, voor de getroffenen van de natuurrampen in Mozambique en in de omringende landen. Heren, wij bidden nu voor hen die in rouw gedompeld zijn vanwege het verlies van dierbaar. Wij bidden nu voor hen die alles zijn kwijtgeraakt door de storm en de regens die zijn gevallen daar. Heren, wilt u de noodhulp die nu op gang komt zegenen? En als wij daar ook vandaag onze bijdrage aan mogen geven, Heren, zegent u dan onze gaven. Wij bidden u voor het werk van emeritiepredikanten. Ook daarvoor mogen we onze gaven geven. We danken u, Heren, dat we als kerken ook hen mogen onderhouden. En wilt u hun werk dat ze nog mogen doen, als ze dat nog kunnen doen, ook zegenen? Heren, wij willen u vragen of u ook met hen wil zijn en ook met hun vrouwen, ook de weduwen van onder de predikantsvrouwen, Heren, wij willen u bidden of u hen ook nabij wil zijn en goed. Wilt u met ons meegaan als we zo meteen weggaan en wilt u ons beveiligen over de wegen? Vergeeft u genadig wat niet naar uw wil is geweest, ook in deze dienst. En hoor ons in Christus' naam alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. We willen als laatste psalm zingen uit psalm 89, het 8e vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees anderen tot een zegen. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.